Hoger. Nog een keer? Je moet hem wel bij je mond houden, anders hoor ik je niet. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en vandaag gaan we naar Nachtdigital. Het begint eigenlijk als morgen, maar we gaan vandaag al richting Leipzig. En daar blijven we dan een nachtje slapen en dan gaan we morgenochtend dus naar het festivalterrein. Zodat we gewoon lekker fris en fruitig daar aankomen. We hebben via Airbnb hebben we een heel leuk hostelachtig iets geregeld. En daar gaan we met ons groepje van 8 personen in. Dus ja, echt super veel zin in. En ja, gewoon lekker de regen ontlopen. Want het is hier echt vreselijk weer. Dus heel veel zin in. Ik heb nu net mijn tas ingepakt. Ik had me niet echt. Ik had niet heel vroeg het festivalgevoel al. Het is echt pas sinds gisteren dat het een beetje erin is gezonken van oh, je gaat morgen weg. Dus ja, ik hoop dat ik niks vergeten ben. Normaal ben ik altijd druk bezig met dingen inkopen en zo. Voor de leuk en handige dingetjes. Maar dat heb ik nu dus totaal niet gedaan. Dus ik hoop dat we niks vergeten. En ja, anders is het natuurlijk geen ramp, want dan kunnen we het nog in Leipzig kopen. Dus dat is heel chill. En ja, dat was het denk ik. Ik heb er zin in. We zitten in de auto. Onderweg naar Groningen. En daar meeten we Sjoerd. En Tjade, die rijdt ook mee. Dat deed je gewoon expres, hè? Strotje. Zo, ik heb nog even snel wat gekocht bij de Albert Heijn To Go. Nou ja, wat? Een hele zak vol. Het is altijd zo super duur. Sorry voor de wind. Maar ik zat echt, ze hadden echt hele chille dingen. Ik heb een quinoa salade gekocht. Tenminste, zoiets. Een citroenwater ofzo met brood. En ja, nog gewoon een broodje met normale dingen. Want Kevin die vindt het altijd maar niks gezeik op een broodje. Dus ik ben benieuwd. Hallo Sjoerd. Hallo. Dit is Tjade. Hallo. Hallo. En we gaan nu rijden. Na 1,6 kilo. We zijn even gestopt en de jongens zijn allemaal aan het pissen. We staan echt constant in de file, is gewoon niet leuk meer. We hebben echt al 2 uur vertraging nu geloof ik. Dus we gaan nu niet meer meeten in Hannover, maar we rijden gewoon in 1 keer door naar Leipzig. Waar we als het goed is 8:30 aankomen. Dus ja, wel jammer en super irritant. Maar het is niet anders. En zo zien we ook nog eens wat van Deutschland. Super stom, ik ben dus mijn bepanthen vergeten. En mijn tattoo begint dus echt een soort van te vervellen of zo lijkt het. Dus ik weet niet. Ik ben dan heel bang dat het nu heel lelijk wordt. Dus ik moet misschien even nog een drogistje induiken. Maar ja, misschien hoort het ook wel zo hoor. Dat weet ik ook eigenlijk niet. We hebben even een pauze genomen bij de Burger King. Even snel wat frietjes naar binnen gewerkt. En de jongens staan alweer aan het pissen. Ach, ach, ach. Die blijven maar naar de wc gaan. Maar goed, we moeten nu nog steeds, ik denk echt wel 2,5 uur of zo. En dat duurt maar en dat duurt maar. Ik verveel me dood. Maar vanavond zijn we allemaal samen. En dan zie ik eindelijk Inge en Mike weer. En Bart-Jan en Hanneke. Dus dat is leuk. En ik heb echt super veel zin om hem te zien ook. We zijn er! Na 8 uur rijden. Joepie! Hij is wel spicy, jongens. Sorry, alvast daarvoor, man. Hij is meer spicy dan ik. Morgen helemaal vergeten te vloggen en mijn telefoon ging liggen, dus het kon ook niet echt meer. Super leuk om iedereen weer te zien. En ja, we zitten nu echt in een heel chill huis midden in Leipzig. En we zijn nu eigenlijk alweer alles aan het inpakken en aan het klaarmaken om naar het festivalterrein te gaan. Dus ja, even boodschapjes doen. En dan die kant op. Ik heb er super veel zin in. Dit is de straat. Ik hou echt van dit soort wijken. Van die hoge gebouwen. Ons huis heeft ook een vet hoog plafond. Vind ik altijd super mooi. Kilometer. In Richtung Lüdermann und Richtung Neustadt.
moest pissen. Oh, we zijn aan het filmen. Dames en heren, we zijn aangekomen bij Nacht Digitaal 18 2015. Dit is super lekker weer. We zijn eindelijk gezetteld in de tentjes die staan. We hebben in totaal 1, 2, 3, 4, 4 tentjes. 3 stelletjes tentjes en 1 niet stelletjes tentje voor Sjoerd. Sila, sorry, heel Sila. Hij heeft wel een vriendin, maar die is er niet. Nee, Sila. Hier is Mike. Hallo Mike. Hanneke. Mooi. En ja, daar heb je Bart-Jan, die houdt heel erg van vlogs. En hier heb je Sjoerd, die ken je. Die jongen helemaal alleen. Ja, die. Kijk, allemaal fietsen springkanen. Het is echt een springkanenplaat. Hoger. Nog een keer. Je moet hem wel bij je mond houden, anders hoor ik je niet. Hoger. Van twee handen. Zoek. Ben ik bekend? Nee. Mag je nog een vraag? Gewoon normaal dit. Het is 5 uur en ik lig eindelijk in mijn tent. Sorry voor de super slechte kwaliteit. Ik moet echt een nieuwe camera kopen. Excusez-moi. En ja, het wordt nu alweer licht, dus we gaan nu gauw slapen voordat we de tent uitbranden. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, we zijn wakker en brak. En we eten lekker. Power Crushy. Wat een beetje stinkt, maar... Het ziet ook uit als een koets. Ja. Oepsie. Maar ja. Kijk, het lekkerste broodje die ik ooit heb gezien. Mag ik die? Die mag jij. Oh, lekker. Iets met hummus of zo. Ei. Oh. Roerei. Roerei. Kevin heeft een briefje van 20 doormidden gescheurd. Ik zou niet met duct tape aan. Och. Kind toch niet? Nee, dit kan niet met duct tape. Waarom niet? Ik zou dat met gewoon... gewone plakband doen hoor. Dat is toch doorzichtig? Of je moet echt een heel dun randje? Ja, gewoon boven en onder het randje. Ja, oké. Het is nu maandag en we zijn onderweg van Leipzig naar Groningen. Iedereen is heel moe, maar ook wel fit. Want het was echt super nodig om een nachtje in Leipzig te blijven. Iedereen was echt helemaal dood. Dus nu is iedereen quasi fit. We zijn nu eventjes gestopt onderweg. Pauze. Even benen strekken.
auto zit namelijk helemaal vol, dus niemand kan zijn benen kwijt. Kijk. Zit die vogel nog in de grill? Huh? Zit die vogel nog in de grill? Nee. We hebben per ongeluk een vogel aangereden. En die is nu dood, maar die zit vast in de voorkant. Zielig. Ga filmen dan. Nee. Ik ga niet filmen, dat is zielig. Lekker weertje. We zijn thuis en ik ben zo moe. Echt, mijn kop explodeert bijna van vermoeidheid. Echt super, super moe. Maar we gaan nog even naar de winkel boodschappen doen voor ons avondeten. En dan dat opeten. En Game of Thrones kijken, denk ik. En dan lekker slapen. Slapen, slapen en nog meer slapen. Ik denk echt dat ik wel 3 dagen achter elkaar kan slapen nu. Als ik zou willen. Maar dat wil ik niet. Dus ik word morgen wel weer wakker. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hem te kijken. Sommige stukjes zijn een beetje kort geworden. Ik keek net dus de filmpjes een beetje terug. Of tenminste, ja, de kleine shots. En ja, ik heb soms best wel stukken overgeslagen. Maar ik heb altijd zoiets van, als je heel erg naar je zin hebt, dan heb je ook niet altijd zin om te filmen. En als ik heel ziek was en misselijk en brak, had ik ook geen zin om te filmen. Dat is ook niet leuk om naar te kijken, denk ik dan voor jullie. Dus ja, ik hoop dat het gewoon zo goed was. En als het niet het geval is, dan ga ik er de volgende keer om denken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, zou ik het super chill vinden als je zou abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!